Goedendag en welkom bij Privé TV. Triest nieuws uit Las Vegas, want Céline Dion is op haar 47e weduwe geworden. Vannacht overleed haar René. Niet alleen haar man was het, maar ook haar manager en haar mentor, jarenlang. In de studio bij mij Mariette Oosterwijk. Welkom. Hi. 73 was hij. Ja. Keelkanker, hè? Dat klopt. En niet de eerste keer, want in 1998 had hij voor het eerst de diagnose. Maar is hij helemaal genezen. Want in 2008 is hij nog te zien geweest in een clip van Simple Plan. Het nummer Save You. En daarin verschenen meerdere beroemdheden die kanker hadden gehad. Dus het leek er niet op dat hij het weer zou krijgen. Nee, maar het kwam toch terug? Klopt. December 2013 is hij geopereerd. In 2014 heeft hij een stapje achteruit gedaan als een manager. En in 2015 werd bekend van nou, hij heeft niet meer heel veel maanden te leven. Ja, ik heb me een beetje vergist. Hem een beetje onderschat. Want ja. ik hoorde vandaag dat zelfs in zijn geboortestad gewoon de vlaggen half stok hangen. Ja, in Montreal. Hij is ooit in de jaren 60 maakte hij deel uit van een driekoppig zanggroepje. En daarna is hij met zijn beste vriend gaan managen. En toen zijn ze weer hun eigen weg gegaan. Maar hij is een beroemde manager en zijn beroemdste klant, zeg maar, is natuurlijk Céline. Ja, en die gaan al heel ver terug. Ze zijn heel lang samen geweest. Wat je zegt. Veel gedoe geweest over het leeftijdsverschil natuurlijk. En eigenlijk is ze daar al heel lang mee bezig geweest. We hebben een oud filmpje gevonden waarin ze daar al iets over zeggen. Uit de jaren 90 ongeveer. Laten we kijken. One is gonna be much older and I'll be like quite young still. I miss him already. Ja, hier is ze dus altijd bang voor geweest voor deze dag. En dit moet zijn 1993 of later, want hun geheim is een tijdje geheim geweest, omdat ze bang waren dat de fans hun zouden laten vallen. Maar in het boekje behorende bij haar derde Engelse album in 1993 heeft ze verklapt van wij zijn geliefden. En die fans waren helemaal door dolle. Ja. De liefde werd hen heel erg gegund. En in 1994 zijn ze groots getrouwd, live op de Canadese televisie. Gewoon helemaal geaccepteerd, want er zit 26 jaar tussen. Ja. Hoe hebben zij elkaar eigenlijk ontmoet? Want dat is dus... in de jaren 80 geweest ergens? Klopt, klopt. Dat was, 1980 is voor hem sowieso een bijzonder jaar. Toen eindigde zijn tweede huwelijk. En kreeg hij een demo opgestuurd van een van de broers van Céline. Want die was thuis gaan zingen en produceren en tekst schrijven met haar moeder en een andere broer. En dat liedje is opgestuurd naar René. Want hoe kwamen ze bij René? Een van haar broers heeft de naam van René op een achterkant van een album zien staan. Oh. Als zijnde manager van. En hij was zo ontroerd. Hij moest gewoon huilen toen hij het hoorde. En hij dacht, nee, maar van haar ga ik een ster maken. Maar zij was heel jong, toch? Zij was toen 12. Maar het jaar daarna, in 81, heeft hij gewoon een hypotheek op zijn huis genomen om haar eerste album te kunnen financieren. Zo erg geloofde hij in haar. Maar het was natuurlijk niet meteen een relatie. Nee. Dat kwam later, toch? Het is inderdaad een tijdje geheim geweest. In 1993 hebben ze het verklapt. Even voor de duidelijkheid. Ja. Maar goed, weet je, het was nog geheim toen hij al zijn eerste hartaanval kreeg. Hè? Toen was hij 51, zit je daar met je... Weet je? Dat had hij ook nog. Dat is een enorm verschil, inderdaad. Ja. In, wat laten zij achter aan kinderen? Hoe ziet dat gezin eruit? René heeft in totaal 6 kinderen, waarvan 3 met Céline. En hij heeft 7 kleinkinderen. En, ja, dus een hele schare. En zijn oudste, Patrick, is geboren in 1968. Hetzelfde jaar waarin Céline is geboren. Ja. En hij is de rechterhand van René. Dus ik denk dat hij nog meer taken over gaat nemen. Dat hij gewoon in de voetsporen van zijn vader treedt. Ja, ja, hij zit een beetje in het team wat rond Céline Dion dat allemaal doet. Hij is daar een hele belangrijke persoon. Zoon van de manager. Een soort Alois Buijs eigenlijk. Klopt, die constructie. Ja. Hoe zit het nu met de concerten? Want zij is natuurlijk kind aan huis in Las Vegas bij Caesar's Palace. Beroemde hotel. Ja, zij gaat daar waarschijnlijk wel mee door. Februari moet ze weer op de plank en dan zal ze er naar verluid wel zijn. Maar ze heeft natuurlijk langzaam naartoe kunnen werken. En, maar ze is nu intens verdrietig. Er is eerst een ceremonie in Montreal, hè, zijn geboortestad. Voor René, als afscheid. Voor René. Ja. En straks een herdenking in Las Vegas om zijn leven te vieren. Pittig, lijkt me. Nu weer optreden in februari is best snel. Ja, zij werd ook een beetje aangetrokken en afgestoten. Want aan de ene kant wilde hij dat zij dichtbij was. Van ik wil in je armen sterven. Maar aan de andere kant zei hij nee, je moet wel blijven optreden. Dus ze werd een beetje heen en weer geslingerd. Dankjewel, Mariette. Ja. Mariette Oosterwijk was dat. En dit was Privé TV. Meer nieuwtjes en video's op privé.nl. Heel goed weekend namens ons allemaal. En tot maandag.